kan ook een pijlenboog maken. Dus ik heb het heel lang weten uit te stellen, maar het zit er toch echt aan te komen nu. We hebben er even over nagedacht. Yes, dat gaan we doen. Ja. Vanavond pakjesavond! Nee! Hallo, horen jullie mee? Ja. Ja, welkom bij een nieuw video van de Bakkertjes. Vandaag gaan we twee dingen doen. Eentje is heel erg leuk en eentje is helaas wat minder. Dat ga ik zo vertellen. Nu moet ik als eerste Pip even gaan ophalen. Ga ik in de auto even vertellen wat voor leuks we gaan doen. Nou, we zijn nu Pip ophalen. Pip die zit op school hier een kwartiertje vandaan. Dus het is een klein stukje rijden. Maar, nou hoor ik vandaag van Sinterklaas. Ik heb die man gewoon op de app natuurlijk. Dat het in plaats van 5 december geen pakjesavond is. Maar nu, en het is nu 2 december. Vooral Pip die zit al echt, die is al weken bezig met wanneer het pakjesavond is. Die vindt het heel spannend allemaal. Dus straks krijgt zij een videoboodschap van Sinterklaas. Om te vertellen, hey Pip, we gaan vanavond pakjesavond doen. Sinds zelfs van die komen, die had het veel te druk, hoorde ik. Oké, nou ik ga nu Pip ophalen. Ik zal jullie heel even laten zien hoe Pip altijd reageert als ik haar ophaal, als ze mij ziet. Ik weet niet of ik nu de camera ben, dat ze misschien anders reageert, maar let op. Nou jongens, laat maar zitten. Pip kwam helemaal niet enthousiast. Wat was er aan de hand? Pietergym natuurlijk. Maar toen was er 2 pietjes gekomen. Maar ik was bij een glijbaan. Toen ik vallen en toen ging ik met mijn knie. Kijk, weet je hoe ik nu... Ach jongens, ze is helemaal gevallen. Oh ja. Dus we gaan eerst even 1 en 2. Even ziekenhuisje. We gaan even door. Nou, we zijn weer thuis aangekomen en kijk eens wie er zijn. Hey! Maar wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn surprises aan het maken. Oké, nou laat zien. Wat heb je allemaal gemaakt? Vertel eens even. Ik heb dit met papa gemaakt. Ja? Nee, dat is dit. Wow. Kijk hoe leuk. Ja, een schelp. En hier lekker chocolademunten en dan nog een cadeautje. Zo, die is vet man. Leuk man. Nou Jesse, jij hebt echt voetbalveld gemaakt. Nou, we moeten er zo voor door. We gaan zo direct heel even weg. En dan ga ik jullie zo even vertellen. Maar eerst gaan we nog even snel hier aan verder. Ik kan ook een pijlenboog maken. Ja, dat kan ook. Oh goed jongens en meisjes, nou waar we het net over hadden, kijk eens even wat hierin staat, het is mijn quad. We gaan weer terug naar de quadwinkel, want ik ga weer mijn quad laten maken. Die heeft echt de afgelopen maanden, de afgelopen jaren, heeft eigenlijk alleen maar stilgestaan. Zoals jullie weten heb ik vorig jaar een evenwichtsinfectie gehad en daar allemaal gedoe mee gehad. Dus ik heb last van mijn evenwicht en tinnitus en kan niet meer horen aan één kant. Maar daardoor is quadrijden eigenlijk ook heel onmogelijk geworden. Ik kan ook wel gewoon normaal rijden, ook met de auto. En ik kan ook wel rustig quadrijden, maar niet meer. Te lang, hè? Maar ook niet te lang. Dus ik heb het heel lang weten uit te stellen, maar het zit er toch echt aan te komen nu. Ik ga mijn quad laten maken en we gaan hem verkopen. Ik ga hem verkoop klaarmaken. Schoonmaken dan verkopen. Ja, want nou, mij ligt het niet en Jesse die wil heel graag quad, maar dat mag hij helaas nog niet. Oh. Dus we gaan mijn quad wegdoen jongens en daar baal ik heel erg van. Maar ik kan gewoon niet meer rijden en ik heb het heel lang uitgesteld in de hoop dat mijn evenwicht weer zo goed zou worden. Kijk eens wat een schatje jongens. Oh, ik heb hier zoveel plezier mee gehad. Maar ja, helaas. Aan alles komt een eind. Oh, Jesse die heeft wat gevonden. Ja, gaan we deze. Deze. Hé, hey, dit is een Rambo. Oh, dit. Je mag er wel op rijden, denk ik. Oh, die wil je graag. Hey! Oh jongen, dit is zo bruut. Zullen we deze doen? Deze. Ja? Ik zou die ook willen. Zo. We hebben er even over nagedacht. Jesse, gaan we doen? Ja. Kijk eens even waar we zitten, jongens. Hey. 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 We hebben erover nagedacht. We hebben iets gezien wat we echt moeten kopen. Ja, dus we kopen hem. Het denk is 10 euro. Ja, dat zal. Het is 10 euro. Ja, we hebben unaniem besloten dat we doen. Ja, is goed, dan hou ik deze auto. Oh, dat is goed. En dan mogen jullie daar weer naar huis. Ja. Oh ja, ik vind nou, het afgesproken, auto. Doei! Nee, ik doe het op mijn handslag. De verbinding wordt heel slecht. Zo, mooi. Nou, ik dacht voor Jesse zoiets, dat is wel leuk voor hem, maar... Jesse heeft wat anders in gedachten. 700 cc. 700 cc, beseft dit jongens. Hij is wel nog op Nederlands kenteken. Ga er eens op zitten. Dit is zo. Zo. Vet, als we nu op kunnen rijden. Oh, nou, we wouden nog even kijken naar mijn quad, maar hij is weggehaald. Ja, daar doen we nog grappig over. Nou, ik ben blij dat ik serieus genomen word, jongens. Maar goed, dat was mijn quad. Ze gaan hem nu maken, ze gaan hem schoonmaken en dan.
dan wordt hij verkocht. Die gaan we bij hun verkopen en dan gaan we omruilen voor die groen. Nee, we gaan er niks omruilen. Helemaal wel. Nee. Anders zorg ik ervoor. Maar goed, gelukkig hebben we deze nog, jongens. Ja. Nou, daar gaan we. We zijn nu onderweg naar huis toe. We gaan even lekker eten. Gaan we vanavond nog wat doen? Even lekker... Gewoon even lekker opblijven. Misschien gaan we nog wel Pieter zien. Ja, oh ja, misschien wel even naar buiten kijken. Pip, gaan we straks lekker pyjama doen? Lekker... Hé, hey, ik kreeg een berichtje. Huh? Berichtje? Ik heb een verrassing. Van Sinterklaas? Cadeautje. We hebben een cadeautje gekregen dan. Hebben we een cadeautje gekregen? Hier, doe maar even jouw geluid uit. Even naar boven op play drukken. Ja. Oh jee, wat is dit dan? Hallo, horen jullie mee? Ja. Ja. Hallo allemaal, jij ziet het goed. Ik ben Sinterklaas. En ik zoek even Pip. Oh ja, Pip, daar zie je. Pip, wat heb ik gehoord? Ik heb vandaag de teacherdiploma gehaald. Nou, super goed gedaan hoor. Ja, ik hoorde ook iets dat je van een glijbaan gevallen bent. Dat je kinderen. Maar ja, van vallen leer je nou eenmaal op. Dat is waar. Trouwens, ik heb een grote zak met cadeautjes voor jullie. Ja. Die ga ik zo meteen brengen, of die heb ik al gebracht. En die mag je dan uitpakken, ja. Ik kan helaas niet binnenkomen, want ik heb zo'n drukke oven. Daar staat al verder op. Druk, ja. Veel plezier met uitpakken. Mwah! Maar Pipje, Dus het is eigenlijk vandaag pakjesavond. Is vanavond pakjesavond? Nee. Het is vanavond pakjesavond? Oh. Jullie zei dat ja, over een paar 5 december pas. Maar soms is het eerder bij kinderen. Vanavond pakjesavond! Au, ik hoef wel niet dood, ik hoef ook niet te niet, dus ze krijgen net. Nou, en vanavond pakjesavond. Dank je, Sinterklaasje. Zal het er al zijn dan, Pip? Ik denk het, ja! Als je zo meteen thuis komt, dan kan ik het uitzakken. Nee. Pip. Echt? Maar Pip, was deze lamp er straks aan of was hij uit? Ja, bro, hou even je mond. Ik wil even. Zullen we naar binnen gaan of zullen we... We gaan een dansje doen. Oké, even. Pip wordt helemaal lijp, jongens. Oh, die van Jesse Sam op. Kijk eens even hier zo. Wow. Ja, kom, we gaan kijken van wie is dit. Zo. Dit is Pieter diploma. Volgens mij hebben ze ernaar gekeken, want hij lag hier. Ja, die lag hier zo. Vandaar natuurlijk dat berichtje van Sinterklaas. Willen we het doen dat we één cadeau mogen openmaken nu? Huh? Eén cadeautje. En de rest morgen. Ja, dat is een goed idee. Als Sam denkt, zoek hem maar uit. Ik, zo. Oh, de kinderen willen eerst douchen. Ja. Lekker in de pyjama. Ja. Oh, ik heb een idee. Wacht even, Pip. Ik heb een idee. Nou, ga hem nog vertellen, het idee of... Ja, ze mogen één cadeau openmaken. Ja, en dan naar bed. En daarna willen ze ernaar douchen. Dan ga ik hier wat grapjes op tafel zetten. Ja. Zullen we dat doen? Oké, mag ik een cadeau uitzoeken? Ja. Oké. Ja, oké. Ja, die mag je, Sam. Wil je deze? Yes, wacht even. Ik heb nog nooit. Oh, deze zak moet ook nog. Ik denk, jullie grote broer en zus. Oh, jullie zit ook nog allemaal in, hè? Oh, no dan. Nou, en dat voor kinderen die niet eens lief zijn geweest. Even. Oké, let's go. Oké, nou, ze gaan hem openmaken, jongens en meisjes. Wat zal het zijn? Doe het is in ieder geval vierkant. Ja, ik doe jou ook filmen. Zal ik zo meteen de klaar? Ja, dat is goed. En het is? Snoep! Een kerstkalender! Oh, een kerstkalender? Oh, met snoep! Hoe is dat? Ik heb een chocola. Ik heb een kerstman. Oh, heb je een kerstman? Dat is een sneeuwpop. Oh, sneeuw. Ja, sneeuw. Dat is allemaal sneeuw. Ah! Oh, Rudolf de rendier. Oh! Nou, oké, even zo, even zo. Lekker. Dank je, Sinterklaasje! En dank je wel, Pip! Ja, hoe zag jullie douchen? De tijd gaat nu in! Dit is helemaal boven!
Zo snel zijn ze nog nooit gaan douchen, jongens en meisjes. Is dit 1 december? Ja, je mag, het is vandaag 2 december, dus je moet er 2 openmaken. 1. Lekker snoep. Oh. 2 is... Oh, kijk hoe goed. Oh. Deze is dus nummer 1 en 2 mag je openmaken. Er zit op plastic omheen, schat. Nou, jongens en meisjes, we zijn thuis. Wat ben jij klein eigenlijk? Ja, of zo? Ja, kom. Wat ben jij? Hallo, kaboutertje. Ik moet echt springen. Ik heb deze gaan openmaken. Nou, we zijn thuis aangekomen. De cadeautjes zijn allemaal neergelegd. Ik ben vooral benieuwd naar deze jongens, want ik weet natuurlijk niet wat... Ja, dat is echt heel chaotisch. Wat is dat? Ja, wat zeg je dat? Natuurlijk is het chaotisch. Papa! Ja, jongens, zullen we Pip als eerst even deze gunnen? Hé, papa! Pip er ook. A. Nee? Oh. A. Bijna! Sam! Dit stukje is eraf! Nee, één mond, hè? Ja. Sam gaat vallen. Nou. Zo! Nee, ja. Nog een keer. Oeh! Wow. Nog een keer. Ja! Zo! Yeah! Goed zo! Oké, en we gaan. Nou, zullen we als eerste deze doen? Ik denk een fiets. En we hebben een knuffel. Jij hebt een knuffel? Rainbow. Ik denk een boekje. Zoals ik ook had. Rainbow. Als een poesje, maar deze als een klein, denk ik. Oh, jij weet gewoon alles al. Ben jij een pieter? Oh, ja, dit is dan de kleine en dit is de grote. Ja. Andersom. Nee, dit is de grote. Mama snapt ook niks, hè? Nou, maak op, want we houden het niet meer van de spanning. Ik kan niet van. Wat zal het zijn? Ik denk een fiets en het is een... Wow! Oh, nee, kunnen sneller zijn. Ja, kunnen sneller zijn. Deze kan pakken. Ja, oh jongens, wat is dat? Ja, maar weet je wat ik had? Kijk! 2, 1. Ja! 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 Wow! Dit lijkt me vol! Die zakken van. Oeh, yes, sir, sir, sir! Wow, yes, sir! This is the ring! Wow! Sam, wat heb jij? Wacht even, Pip. Welke heb jij, Sam? Dit is voetbalwerkel! Welke is dat? Is dat niet zo'n EK voetbal van 2020? Ja! Deze gekregen! Wow, Pip! Dan kun je dit van krijgen, maar of een regenboog. Oh ja? Is dat nog een verrassing? Ja! Oh, we moeten eerst op de plaatjes zien, want ik weet het niet hier helemaal. Oh, oké. Nou, gaan we verder met de andere cadeautjes, hè? Ja. Nou, jongens, jullie zullen het nooit geloven. Ja, maar wat heeft Sinterklaas gegeven? Een kerstmuts! Kijk dan! Nee, die was voor Pip. Hij had een betere meid te kunnen geven. Ja, maar Pip die vond het heel raar. Die zei, kijk, Pip! Ik denk, dat is normaal van Sinterklaas. Papa, kijk hier! Ik vind het wel grappig. Ik vind het eigenlijk wel cool van Sinterklaas. Want natuurlijk komt de kersttijd eraan. Ik vind het wel grappig. Kerstmus. Kerstbal. Kijk, als ik deze krab, als je die dan in de blender doet, heb je krabsalade. Dit is een badparel. Oh wauw, nu nog een bad. Hoe lekker zacht. Maar als je heel hard knijpt, zit er spul in, dan spuit het eruit. Oké. Wat heb jij allemaal? Jij zet nog een beetje mooie kaarten erbij. Ja, ik heb een hele mooie kaart. Hij heeft een hele mooie kaart, jongens. Hij is wel echt blitz. Wow, tenminste denk ik. Bij Pokémon kaarten doen we allemaal zo'n boom. Ik heb er zo van. Nog meer! Ja, jongens en meisjes, en dit was onze video. Ja. Nou, we hebben minder leuke dingen en leuke dingen, maar we hebben in ieder geval een hele leuke avond gehad. Ja. We wensen iedereen vanavond een fijne pakjesavond, die dat nog niet hebben gehad dan natuurlijk. Ja. Ja. En we gaan op naar de kerst! Kijk, tot de volgende keer! Doei!